Texas, with no place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. Come and fly away with me. Come and fly away with me. Hoi, en leuk dat jij kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik een Get Ready With Me for Christmas 2019. Ben jij benieuwd? Doe alvast een duimpje omhoog. Abonneer je op mijn kanaal en dan gaan we snel beginnen met de video. Nou, dan zit je dan met je blote billen gezichtje. Ik heb even al mijn make-up eraf gehaald. En we gaan beginnen met de basis. Maar voor ik altijd mijn make-up op doe, doe ik een hele grote knip in. Zodat al mijn haren uit mijn gezicht zijn. Vervolgens begin ik met een primer. En ik gebruik deze primer van Nivea Men. Het is eigenlijk een aftershave, maar het is echt een top primer. Als ik de primer erop heb zitten, ga ik verder met Labello. In deze tijd heb ik heel vaak droge lippen en dan is het fijn om het lekker in te smeren. Vervolgens is het alweer tijd voor de foundation. En ik gebruik deze foundation van Kiko in de kleur 010. En deze Real Techniques spons. En dat vind ik gewoon heel erg fijn om mijn foundation mee aan te brengen. Wanneer ik mijn foundation goed heb ingeblend, ga ik verder met concealer. En ik gebruik de concealer van Catrice in de kleur 010. Die vind ik echt top. Is echt een top concealer en een lekker prijsje natuurlijk. En dit smeer ik onder mijn ogen, op eventuele pukkels en wat op mijn kin. De basis zit er dan op en dan ga ik verder met het afpoederen van mijn gezicht. Ik gebruik daarvoor dit ranzige doosje van Revolution. Hij is ook al helemaal kapot, maar goed. En dit is de witte poeder en daarmee poeder ik mijn gezicht af en wordt het wat matter. Dan is het alweer tijd om mijn gezicht wat kleur te geven. En daarvoor gebruik ik deze contourpoeder van Benefit. En dit is de Hoola Bronzer in de kleur Dark. Na mijn gezicht gecontourd te hebben is het tijd voor blush om nog wat roze in mijn gezicht te brengen. Ik gebruik deze super mooie blush van Sleek in de kleur Rosé Gold. En dit breng ik aan op mijn wangen. Kerst kan echt één ding niet ontbreken aan je look en dat is highlighter. Ik gebruik mijn favoriete highlighter van Dior in de kleur 01. En dit is echt een pareltje. Beste uitvinding ever. Dan is het tijd om alles te fixeren en dat doe ik met deze fixing spray van Glam Glow. Hij ruikt ook zo lekker, een beetje naar chocola of zo. Maar goed, ik vind dit mooi en lekker en dit spreek ik gewoon op mijn gezicht. Juist. Dan is het alweer tijd voor de wenkbrauwen en ik kleur mijn wenkbrauwen in met dit Catrice doosje en dan gebruik ik de donkerste kleur. De volgende stap is oogschaduw. En oogschaduw kan echt niet ontbreken bij een kerstlook.
Ik heb gekozen voor een soort van goudachtig bruin tintje. Wat ik op mijn ogen ga smeren. En dat vind ik wel heel erg mooi bij mijn kerstjurkje passen van dit jaar. Ik ga in een wat donkerbruinige kleur en dit breng ik aan in mijn arcadeboog om wat meer diepte te creëren. Dit mag echt slordig, want je gaat het vervolgens uitblenden. En dat doe ik met deze huidskleurige kleur van het doosje Essence. En dit bouw je op. Dus ik breng wat donkerbruin aan in mijn arcadeboog. Dit blend ik weer uit. Dan breng ik nog wat bruin bij. En dat blend ik ook weer uit. En zo stapel je dus de kleur op. Vervolgens blend ik de donkerbruine kleur uit. En pak ik de gouden of rozige oogschaduwkleurtjes. En die meng ik door elkaar. Ik krijg een beetje zo'n champagne kleur. En dit breng ik aan op mijn gehele ooglid. Nou, en dat komt er ongeveer zo uit te zien. Dan is het alweer tijd om mijn wimpers te krullen. En dat doe ik met deze wimperkrullen van Catrice. En dan begin ik met de eyeliner. Deze eyeliner heb ik al vet lang. Volgens mij is die van de Essence of Catrice. En dit breng ik dan aan met een subtiele wing erbij. Vervolgens is het tijd voor de mascara en ik gebruik deze mascara van Catrice, de Glam & Doll mascara. Vind ik heel erg fijn voor mijn wimpers en dit breng ik ook aan op mijn wimpers, maar ook op mijn onderwimpers. En dan zijn we klaar met de ogen. Dan is het tijd voor de lippen en dit keer heb ik gekozen voor een nude kleurtje. Vorig jaar had ik rode bruinige lippen en ik dacht dit jaar gaan we voor nude. En ik gebruik deze van Kiko met deze lip liner van Essence. Ik laat het even goed opdrogen zodat het mat wordt. En dan was dit eigenlijk alweer de look. Ik gooi mijn haar dan nog even los en dan is het tijd om mij te gaan omkleden voor de kerstoutfit. Mijn kerstjurkje heb ik in mijn kast hangen en die ga ik nu meteen aantrekken. Dit jaar heb ik gekozen voor goud. Vorig jaar had ik een zilveren pak aan. Dit jaar een goud jurkje en oh mijn god, hij is zo mooi. Ik heb hem van Asos en ik heb hem met Black Friday gekocht en hij was rond de 50 euro. Ik ben echt verliefd op dit jurkje. Dan was dit alweer de video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden en dat jullie er inspiratie van hebben gehaald. Ik ben echt verliefd op dit jurkje. Ik ga er ook zeker mee uit, tweede kerstdag. Ik ga hem tweede kerstdag uit. En dan doe ik hem aan. Ik vind hem zo mooi. Ik heb alleen jullie hulp nodig.
moet ik mijn haar stylen met kerst of krullen? En dan kleine krul of grove krul? Dus die grote slag. Ik denk dat ik die grote slag ga doen. Ik wist het nog niet zeker, dus let me know in de comments wat jouw mooi lijkt. Wat ik met kerst moet gaan doen. En ja, wil jij nou op de hoogte blijven van mijn video's? Abonneer je dan even op mijn kanaal. En dan zou ik zeggen, bedankt voor het kijken naar deze video. En ik zie jullie tot de volgende video. Doei doei! Oh, en fijne kerstdagen alvast.